Videoclub Papendrecht bestaat 40 jaar. En wat een prachtige prestatie is dat. Een jubileum in een tijd waarin eigenlijk alles stilstaat. Aan de ene kant, want het is coronatijd. Aan de andere kant, in een tijd waarin alle ontwikkelingen zich ontzettend snel opvolgen. Op het gebied van video en geluid is een jaar geleden anders dan het jaar wat er nu is. En volgend jaar zal het weer anders zijn. En dat is juist het mooie van zo'n videoclub in Papendrecht. Dat voor iedereen, nieuwe aanwas, oude aanwas, er de gelegenheid is om je te verdiepen in video, in opnames, in beeld en geluid. In dingen vastleggen voor iedereen, voor het nageslacht bijvoorbeeld. Een knappe prestatie dat zo'n club 40 jaar lang weet te bestaan. Op het gebied van zorg en welzijn, en dan met name op het gebied van zorg, komen wij in Papendrecht niets tekort. Tenminste, niets tekort. Wij hebben een aantal hele mooie voorzieningen. Zo hebben we in de afgelopen jaren een aantal voorzieningen geopend. Dan denk ik aan het hospice, wat we hier hebben geopend voor de West-Alblasserwaard. En we hebben een hele mooie voorziening in de vorm van het Odensehuis. Wat een rijk verenigingsleven kennen we toch in Papendrecht. Al die mensen die zich inzetten voor de samenleving, die zijn van onschatbare waarde. En dan zijn er ook nog mensen die zorg leveren, praktische steun of emotionele ondersteuning aan naasten of hun buren. Dat zijn de mantelzorgers. Dat is wat Papendrecht Papendrecht maakt. Een hechte samenleving waarin we omzien naar elkaar. Wist u dat wij in Papendrecht 1000 bedrijven hebben die samen zorgen voor 15.000 arbeidsplaatsen? Daar zijn we ongelooflijk trots op. Van hele grote wereldspelers zoals Fokker en Boskalis, het mooie midden- en kleinbedrijf, maar ook veel andere kleine bedrijven. Uiteindelijk maken wij Papendrecht.
In Papendrecht hoeft u zich niet te vervelen. We hebben heel veel sportaanbieders, zodat u kunt bewegen en sporten. In het jaar 2020 hebben wij een sportakkoord gesloten, wat de komende jaren wordt uitgerold. Zo, de keuze is reuze. Tevens hebben wij ontzettend mooie parken. De laatste aanwinst daarin is het Slobbenhorstpark. Wat betreft bereikbaarheid hebben we hier in Papendrecht een hele mooie openbaar vervoerverbinding. En dan zijn we trots op de verbinding die we hebben met Rotterdam. Elk kwartier kunt u naar Rotterdam en dan bent u in 20 minuten op de Kralingse Zoom en ligt de Randstad voor u open. Daarbij wil ik ook aandacht vragen voor de verbinding met Utrecht. We hebben een snelbusverbinding met Utrecht en heel veel jongeren die in Papendrecht wonen, studeren in Utrecht en hebben zo een rechtstreekse verbinding met de universiteit. Ten slotte wil ik natuurlijk aandacht besteden aan de waterbus. De concessie met de waterbus is in stand gebleven. En sterker nog, er komt een rechtstreekse verbinding tussen de drie Drechtsteden, Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. En daar zijn we best wel gelukkig mee. En iets moois wat erbij hoort is dat die verbinding ook nog eens een keer elektrisch wordt. En dat is denk ik toch wel een unicum in Nederland.
culinair gebied kunt u in Papendrecht een wereldreis maken. Van de Hollandse pot tot het Verre Oosten. Prachtige restaurants, van cafetaria tot de haute cuisine. Dat alles in ons mooie Papendrecht. Dan kom ik tenslotte bij het onderwijs. Papendrecht is een echte onderwijsgemeente. Daar ben ik ook heel erg trots op. De onderwijs en kinderopvang zijn in Papendrecht goed georganiseerd. En investeren in kinderen is investeren in de toekomst. We hebben een aantal mooie schoolgebouwen hier. En we hebben ook de ambitie om nog een paar mooie schoolgebouwen te gaan bouwen voor het voortgezet onderwijs. Tja, waar zal ik beginnen? Bij Theater de Willem, de beelden langs de rivier, de vele exposities die we hier in Papendrecht zien, de Volksuniversiteit, de mooie optredens van Excelsior of het Groot Dicté. We kunnen stellen dat kunst en cultuur tillen ons af en toe even uit het alledaagse leven. En wat een geluk dat we dat op ons eigen grondgebied hebben. Winkelen of dinsdag naar de markt, het kan allemaal in Papendrecht. Het centraal is het winkelpark De Meent. Maar daarnaast hebben wij ook prachtige winkelwijkcentra
zoals de Wilgendonk, de Westpolder en de Nieuwe Loot, het land van Matenaar. Prachtige winkelcentra waar u uw boodschappen kunt doen. Deze film is opgenomen in 2020 en dat was echt een heel bijzonder jaar. In de film is te zien dat er ontzettend veel gebeurd is in en om Papendrecht, maar heel veel kon ook niet. Het was het jaar van het coronavirus. Heel veel instellingen, verenigingen, ondernemers, maar ook gewoon mensen zelf die het ontzettend moeilijk hadden met het coronavirus en alles wat daaromheen zat, de enorme gevolgen daarvan. Papendrecht heeft ook een andere kant laten zien. Een kant die verrast, een creatieve kant. Mensen die elkaar opvingen, die op een goede manier met elkaar omgingen en die inderdaad ideeën te bedden brachten waarin Papendrecht toch door kon gaan. En dat is ook Papendrecht. Een Papendrecht dat verrast.